Goedenavond en welkom bij aflevering 4 van Rien Krien met de Sterren. Vorige week hebben we afscheid moeten nemen van Rien de Suiza. En ook vandaag zal er weer een afvaller zijn in onze race naar de Rien Krien Ster 2007. Wie dat is, weet je aan het einde van dit programma. Dames en heren deelnemers, jullie staan nu nog breed te grijnzen uit opluchting, want jullie hebben de eerste ronde overleefd. We zijn nog steeds in ritme. Vandaag de tweede ronde. Er worden wederom 3 ringen gestoken en degene met de minst gestoken ringen zal afvallen. Succes allemaal en doe je best. Je hebt de ervaringen van de vorige keer nog in de, vers in de herinnering. Toen stak je er tot je misschien wel verbazing. Ja, tot grote verbazing. Tot grote verbazing stak je er 2. Ik zou graag een prognose willen horen. Ik zou Bliezen naar Karina. Bliezen naar Karina. Ja. Nou, meester, zo bescheiden ben je anders ook niet. Kijk, zo overtref je zelfs je eigen verwachtingen. Chapeau! Een topprestatie voor Rien Krien Mike. Die prognose nogmaals. En niet wisselvallig, maar... Licht wisselvallig. Geen donderbui? Nee, geen donderbui. Geen wervelstorm? Helemaal niks. Nee, ik hou het wel droog, denk ik. Nou, wij houden het op dit moment niet meer droog, Jos. Oh nee, een afzwaaier. Op het laatste moment ook de ring opzij. Oeh, 0 voor onze weerman. Het ging geweldig, het ging lekker hard. Het paard dat kletterde door de straten. Maar, was het zonlicht in je brillen glazen? Laten we daar maar op houden, ja. Was het de windcorrectie? Ik had mijn pet niet op, dat zal het geweest zijn. Met een blik vol vertrouwen snelt onze wethouder naar de ring. Gefeliciteerd hoor, jonge dame, dat heb je goed gedaan. 0-0. Wat een opluchting, reuze tevreden, ondanks maar 1 ring. Maar leuk om te doen. De bestuurder van onze provinciale bestuurder zet er flinke vaart achter. Honk is alles, meneer Poppelaars. En raaksteken natuurlijk ook. Brengt ons bij de tussenstand. Michael Harte 3 en onderaan om depressief te worden. Jos Broeke 0. De paarden zijn altijd prachtig versierd en ingevlochten. De chaisen zijn altijd fantastisch mooi opgemaakt. Kijk eens, dat zijn toch kunstwerkjes? Bij Rien Krien is het eigenlijk helemaal vrij hoe je paard versiert. De paarden die mogen gewoon, wat of de mensen, het is een jurysport. Want de paarden worden ook beoordeeld op de wedstrijd. Dus op het origineelste of mooist versierde. Of netjes het geheel verzorgd is. En er worden ook netjes de hoeven bij invetten. Of het hele paard netjes geborsteld. Je hoofdstel, je kopstik. Gewoon netjes gepoest. Het mondstik mag natuurlijk ook geen roestbak wezen. Dat moet eigenlijk ook mooie of roestvistel of nikkel of... In ieder geval goed verzorgd. Het hele spulletje. Hier zo de wollen. Om in te breien, zoals ze dat ook wel noemen, breisterden. Dat wordt eigenlijk op walgeren genoemd, van het invlechten. Dat noemden ze dan een soort brein. Het is gewoon over het dumpje vlechten, dat zullen we straks zien. Dat is niet normaal vlechten langs boven, maar je doet het eigenlijk langs onder. Dit is eigenlijk een beetje een ouderwetse manier van vlechten. Omdat je dus veemeenheid, kan je het niet al weggestoken krijgen achter je wol. Dan vlecht ik het op deze manier. En deze manier werd vroeger ook gebruikt. Het paard een beetje minder mee, dus die hem helemaal wegvlechten. Dat is eigenlijk een beetje meer de keuringsmanier. En je vlecht eigenlijk over het dumpje, zoals ze dat dan noemen, onderlandst. Omdat elke keer met je dum druk je je stringen wol die aan naar boven moet komen, druk je naar boven. En dan kan je eigenlijk heel veel druk mee geven met je dum, dus dan kan je het heel strek vlechten als je dat wil. Mm.
Nou, dan hebben we ook nog wat aan de ster toe, aan die Noord Rugby. Kan je er ook gewoon de kleur in brengen die jij in de mijnen gebruikt. En die vleg je eigenlijk op dezelfde manier als de mijnen, alleen nu pak je van allebei de kanten je nerbie. Dus dan komt je vlechtje midden op te leggen. Uiterste concentratie, een kilometerslange aanloop in vliegende vaart en met succes. Ja, je bent blij, hè? Scarlett toch, onze jonge kijkers. Ik had er 3 willen hebben, want ik had natuurlijk net op vorige keer dat ik er 2, dus ik had er nu graag 3 willen hebben. Dus tevreden ben ik niet, maar ik heb er 1. Is er een aanwijzbare oorzaak voor dit falen? Nee hoor. Je bent blij? Ik ben hartstikke blij. Ik mag op zo'n knol klimmen. Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik zit nog steeds, ik wens iedereen altijd het beste natuurlijk, maar ik zit nog steeds te hopen dat er nog iemand met 0 punten komt. Ik heb de vorige keer maar 1 gestoken. Hoeveel steek je er vandaag? 1 is al veilig, dus, maar dan wil ik er wel 2. Ik zit nu aan de goede kant, dus ik denk dat het beter is. Ja, daar gaat het in het leven vaak over, dat je de goede kant kiest. En kijk eens wat het oplevert. Raak! Ja, 3 uit 3. En kijk eens hoe tevreden ze is. Ja, zie je, ik zat gewoon beter, dus de resultaten zijn er waar. Oh, ja. Nou, van harte proficiat, je bent op dit moment topscorer. Nou, samen met Michael. Samen met Michael, uiteraard. Oeh, troosteloos onderaan Jos Broeken met Arjan Human nog te gaan. Opperste concentratie bij Arjan Human. Bepaalt hij het lot van Jos? Ai, de spanning neemt toe. De laatste kans voor onze topscorer om een ring te zeggen. Nou, niks. 0. Je zit er nog in, Jos. Echt? Ja. Je zit er nog in, joh. Moet nog kampen. Nou, dat heb ik gewonnen. Ja. Succes, jongens. Nou ja, je brilt er in ieder geval. Ik heb een bril. Dankjewel, ja. Nee, ze zeiden 0 en 2 keer 0 is samen nog steeds 0. Heren, het dilemma van gelijke hoeveelheden ringen wordt bij het ringrijden altijd opgelost met kampen. Jullie gaan het tegen elkaar opnemen. Onze regels van Ringkrie met de Sterren dicteren dat mochten jullie in die tweede ronde allebei dezelfde hoeveelheid ringen hebben, dat het eindoordeel blijft aan de trainers. Zij hebben jullie kwaliteiten gezien en beoordeeld. Dus als je nu op dezelfde hoeveelheid uitkomt, is het over aan de trainers. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Alles hangt er vanaf, hè? Ja. Je hebt in je carrière nog niet zulke spannende momenten meegemaakt, denk ik. Niet veel, nee. Scoren, daar gaat het om. De eerste ring is gestoken, nog 2 te gaan. Wat wordt het, meneer Human? Een hat-trick? Dat niet. 2 dan. Aan de aanloop kan het niet liggen. Nee, hij blijft op 1. Het is ongelooflijk spannend. Leuk, hè? Die ene. Nou, de eerste ging er gelijk in, dus dat begon lekker. En toen zat je goed? Toen was ik wat ontspannender, maar nee. Oké, die ene, die moet Jos nog maar steken, hè? Ja, we zullen het zien. Ik ben benieuwd. Kreeg je het mee, Jos? Ik wilde het niet weten eigenlijk, maar die speaker was zo duidelijk dat ik het hoorde. Alle ogen in Zeeland zijn gericht op Jos Broeken. Jos, ja, doe je best. Ik zou voor je duimen. Dank je. En daar gaat ons weerfenomeen. Wordt het een hittegolf of toch een depressie? Kijk je nou door zijn bril of eroverheen? Jos, als je hem steekt, ben je uit de schande. Als je mist, komt het nooit meer goed. Gemist. Op de meskar, rit hem uit. Ah, Jos, dat is jammer, Jos. Sorry. Ja, dat maakt niet uit. Arie, gefeliciteerd. Mooi wel. Ja, Jos, jammer. Oh. Ja, die kans krijg je. Jammer, hè? Jammer, heb je bril voor niks uit je zak gehaald? Ja. Ik had hem misschien niet op moeten zetten, dat was beter geweest. Hé, Jos. Bedankt, maar nog wel steeds goed.